Hoi, en welkom bij deze uitlegvideo voor Word 2016. In deze uitlegvideo ga ik je laten zien hoe je heel snel een rand toevoegt aan je document. Dat klinkt misschien raar, maar dat kan op verschillende manieren. Je kunt een tabel invoegen in het begin, maar misschien ben je dat vergeten en heb je al een heel stuk tekst getypt en wil je hem toch in een bepaald kader plaatsen. Nou, dan ga je naar deze knop in, randen, en dan klik je bijvoorbeeld onderrand, een bovenrand of alle randen. En op deze manier heb je de tekst mooi omkaderd. Heel eenvoudig en makkelijk te gebruiken, dus heel veel succes daarbij.